bij de evaluatie van het vorige schoolplanperiode. Dat mensen ook daarin aangaven, het werken met ambitiekaarten, kwaliteitskaarten helpt ons. En dat helpt om de focus te houden. Dingen die je al lang een keer hebt afgesproken, als je die hebt vastgelegd, dan hoef je daar niet elk jaar weer een vergadering aan te wijden. Maar dan kun je hooguit kijken van, klopt het nog wat daar in die kwaliteitskaart staat? Dus de dingen vastleggen, de focus van dit schooljaar ligt vast in ambitiekaarten. Daaraan zijn doelen beschreven, mensen zitten in die werkgroep. En daarna wordt er een kwaliteitskaart gemaakt. Bijvoorbeeld, we hebben gewerkt aan de implementatie van de methode van executieve functies. Daar was een ambitiekaart van en op het einde van dat jaar wordt een kwaliteitskaart gemaakt. Dit zijn de afspraken. Zo gaan we met die methode aan de slag. Ook mensen die nieuw zijn op school, die kunnen kijken naar die kwaliteitskaarten. En bij ons werkt het heel goed.